In 2014 zijn we begonnen om met de gemeente, toenmalige gemeente Grave en de wethouders, een spektakel op te zetten om Grave te proberen op de kaart te zetten. En dat heeft geresulteerd nu, op dit moment, dat we een historisch spektakel op 6 en op 7 april hebben. En dat historisch spektakel is eigenlijk het stukje waar we steeds in de geschiedenis zijn gedoken van Willem en Anna, maar ook in 1674 van de stadhouder, de Chamilly en de generaal van Ravenhout, die de stad gewoon helemaal plat heeft gegooid. Dus die twee lijnen, die zie je iedere keer terugkomen in het historisch spektakel. Ik wilde zo graag het een keer op schrift zetten, omdat daar voor mij de cirkel rond zou zijn. Dus ik heb een hoofdpersoon genomen van 13 jaar, een kokshulp uit het kasteel. En die heb ik kennis laten maken met Willem van Oranje. En die is meegegaan in de stoet naar Buren toe. En teruggekomen met Willem van Oranje en Anna van Buren. En heeft hier een blijde inkomst gedaan. En die blijde inkomst is iets wat wij altijd naspelen op het historisch spektakel. Ik wilde zo graag het een keer op schrift zetten, omdat daar voor mij de cirkel rond zou zijn. Niet alleen altijd een verhaal vertellen aan mensen, maar het ook een keer op een stuk papier vereeuwigen. En daarom hebben we het een manuscriptje genoemd. Gewoon een stuk papier, touwtje er doorheen, mooie lakstempel erop. En ik hoop dat de mensen heel veel leesplezier hebben van dit kleine manuscript met kleine Frans in de hoofdrol.